En nog even over Poetin. Hij gaat die privélegers, wil die allemaal onder het ministerie van Defensie schuiven. Hè? Dus het is wel te begrijpen dat hij dat wil. Ja, dat begrijp ik best dat hij dat wil. Omdat je achteraf zegt, het is niet zo verstandig geweest om al die privélegers tot de mogelijkheid te laten horen. Nee. Behoren. Tegelijkertijd krijg je natuurlijk binnen het ministerie van Defensie dan allerlei belangengroepen die elkaar ook weer de tent uit zullen vechten. Hè, denk aan de klassieke oorlog in de Verenigde Staten tussen marine, luchtmacht en het reguliere leger. Daar is vaak over gezegd dat dat heel wat erger was dan de hele Koude Oorlog. Hoe kwam dat? Ja, omdat ze zeggen, het gevecht om de centen. Wie kreeg de meeste centen? Marine, luchtmacht of het leger. En hoe is dat afgelopen? Nou, ik geloof dat meestal de luchtmacht de meeste centen kreeg. Want die dingen die de luchtmacht nodig beweerde te hebben, die zijn wel ontzettend duur natuurlijk. Er komt nu weer een hele nieuwe generatie van die steltbommenwerpers aan. Die dingen die kosten meer dan ons hele landbouwakkoord bij elkaar, zou ik maar zeggen. En Lukashenko, wat vind je nog van zijn rol in dit geheel? Ja, iedereen was natuurlijk enigszins verbaasd dat deze evident incompetente kletsmajor, hè, deze goedkope derde rangs dictator, dat die hier een rol in had gespeeld. Ik weet ook niet precies. Ik neem aan dat natuurlijk toch gecoördineerd is door Poetin. Poetin zal hebben gezegd, ik wil niet met Prigozhin spreken. Die had, beweerde de krant, ook al maanden niet gesproken. Zoiets zal het geweest zijn. Want ik heb geen zin om direct met die zak te onderhandelen. Zo. Ik weet niet. Mijn voorwaarden zijn A, B, C en D. Ja, Prigozhin heeft in die zin zijn zin gekregen dat de aanklachten die zijn ingetrokken. En zijn troepen zullen in principe niet bestraft worden. Dus hij heeft het voor hemzelf, heeft Prigozhin het goed, want hij had natuurlijk ook opgepakt kunnen worden. Nou, om in Wit-Rusland te zitten, dat lijkt me ook vrij deprimerend. Nou, dat je eerst natuurlijk toch een soort van maggertje bent geweest op een veel groter toneel. Hmm. Ja, Wit-Rusland is natuurlijk een soort georganiseerde vergissing. Ja.